denk dat we gaan de wedstrijd pasen. Ik vond het begin in de eerste set de pasen wat te veel onder druk. En 3 of 4 directe punten tegen, denk ik. En dat is natuurlijk ook in dit halletje is dat sowieso natuurlijk een lastig. Hè? De druk van de tegenstander in je eigen paas. Ja, dat is vaak wel een beetje bepalend, vind ik hier. En ik denk dat vanaf de tweede set pasen meer controle kregen, minder directe fouten maakten, meer ballen aan eigen kant konden houden. Waardoor je in ieder geval je aanvalsrendement aanval kunt maken. En ik denk dat we dat combineren met ook wel goede eigen surfdruk. En zeker denk ik vanaf de tweede set, waar we denk ik 6 of 7 directe punten maken. Ik vond onze aanvalspercentage sowieso wel goed. Dus ik ben wel redelijk tevreden. Een beetje een andere opstelling natuurlijk vandaag. Maar heel blij met de 3-1 winst. Zou je dit toch kunnen kwalificeren als een karakterzegen? Ja, het is natuurlijk een hele verdrietige en roerige week geweest. Dat doet natuurlijk iets met ons allen. De kunst was vanaf het begin af aan wel om vandaag proberen onszelf zeg maar terug op de kaart te zetten na dit weekje. En ik denk dat we dat, ondanks dat er een moment was, misschien in de tweede set, dat je zou denken van je kan het zo weg laten glijden met een break van 4 en 1-0 achter. Lukt het toch om onszelf weer terug te knokken in de wedstrijd. Dat wel met karakter hebben gedaan. En ook met overtuiging, denk ik. En ook in fases gewoon met goed volleybalspel. Nu, daardoor gestegen naar plek 3. Of toch gewoon nog niet te veel naar die stand kijken? Uiteindelijk is het resultaat een gevolg van zelf goed volleybalspel. Ik denk dat we dat vandaag beter hebben gedaan overal dan Limax. En daarmee maken we een goede stap, denk ik. Een tweede mooie thuiswedstrijd nu tegen Dynamo in Limax. Even los van de stand. Maar we moeten gewoon zorgen dat het eigen volleybalniveau en volleybalspel gewoon beter wordt de komende periode. En dat we met vanuit dat perspectief ook die finale fase in kunnen.